Vanavond is het voor het Aschram Festival. Hier kunnen groep 8 leerlingen kennis maken met de programma's die het Aschram College volgend jaar voor hen te bieden heeft. Nou, wat vind je nou van het WAF tot nu toe? Ja, ik vind het wel grappig. En jij? Nou, het is echt wel leuk om weer open dagen te hebben. Je bent al bij meerdere scholen gaan kijken? Alleen nog bij Scala. Wat vond je daarvan? Best wel rommelig. Te groot. En het Aschram? Kleiner. Dus het Aschram is wel beter? Ja. Denk je dat je erheen gaat? Ja. Ja, vind je het wel leuk? Ja. En wat vind je van de school zelf? Mijn zus zit hier ook op en die zegt altijd dat het heel erg gezellig is hier. En ik ben ook een keer, ik ben al heel vaak hier naartoe geweest en ik vind het zelf hier ook wel leuk. Wat vindt u van de school? Ik vind hem eigenlijk knus. Er zitten heel veel leerlingen op, maar hij is toch kleinschalig. Ja, dus dat is positief. Dat vind ik positief, ja. Zo Allard, wat heb jij allemaal gedaan net? Ik heb vandaag een presentatie gegeven aan allerlei ouders en kinderen. En ik heb wat verteld over Sportlife en over het LTHD-principe eigenlijk. Was een beetje enthousiast? Ja, ik vond het ontzettend leuk. Ik heb heel erg genoten samen met Ben Pensioen. En die kinderen die hebben het fantastisch gedaan. En die hebben alles goed uitgevoerd. Dus nee, absoluut. Ja. Zie je wel een beetje potentie voor de leerlingen? Ik heb de nieuwe wereldkampioen hoogspringen, die heb ik alweer gezien. Nee, het was echt gewoon heel goed. En we hopen daar zoveel mogelijk leuke kinderen uit te halen die blijven sporten en die daarmee doorgaan. Ja. Wat heb je net gedaan? Net was er een presentatie van Sportlife. Voor wie? Voor de leerlingen die volgend jaar misschien naar het Aschram willen en voor alle ouders van die leerlingen. Denk je dat ze het leuk vonden? Ik hoop het wel. Art class is een klas met art. We laten het nu zien. We staan hier bij drama, bij Michael. We gaan even een kijkje nemen. Het is hartstikke leuk om aan de art class les te geven, want bij art class krijg je invloeden van zowel muziek als de beeldende kunsten als drama in één les. En ik krijg te horen van mijn collega docent toen zij de les gedaan hebben. Ik gebruik dat om de drama les te geven. Het is ook wel weer gekke presentaties, gekke scènes, gekke momenten en heel veel spelplezier vooral. Dus ik help ontwikkelen bij het theater, bij het acteren, bij scènes maken en presenteren. En daar wordt ook nog eens mee gewerkt bij muziek en bij beeldende kunsten. Tot één groot spektakel. Altijd is kort jakje zie, midden in de week, maar zondags niet. Is this it?
vanwege het soort van ruzie. Ze besluit het nieuw te delen. Wil jullie nog drinken? Ja, doe maar vet. Ja, ik ook. Haha, ik ben alweer. Echt niet, het kan gewoon niet. Tuurlijk wel, dat zie je toch. Ik ben niet blind, zeg ik je. Wel. Echt koppen nu. Ze kreeg heel erg ruzie en besloot het uit te vechten. En je doet zeg wat? Oh nee, ik wil bijblijven. Nou kom op nou, zat even al in de ronde. Oh nee, ik was hier. Ik kom op jongens, zeker. Nee, ik kom met jou op de samen. Ik weer. Zoals u achter mij kunt zien, trekt het Aschram College deze avond volle zalen. Wat vinden jullie van het WAF? WAF? Ja, voor het Aschram Festival waar jullie nu zijn. Ja, ik vind het wel leuk. Maar? Nee, geen maar. Nee, ja, oké, zo klonk het. En jij? Ik vind het ook leuk, maar we hebben pas één workshop gehad. Welke was dat? Sportlife. Wat vond je daarvan? Leuk. Hoezo? Omdat ze goed praatje hadden. Goed praatje. En de sport is ook een beetje goed? Ja. En zou je nou naar het Aschram willen? Nee. Want? Ik ga naar het Scala. En waarom? High school voetbal. Wat? High school voetbal. Maar het sport is veel beter op het Aschram, hè? Dat weet ik niet. Ik zit toch niet. Ja, dat weet ik wel. Ja, oké. Dat weet jij. Ik zou naar het Aschram gaan. Maar ik niet. Hoezo dan niet? Ik ga naar Scala. Vanwege high school voetbal? Ja. Is dat nu een beetje een onbenullige sulle reden? Nee, vind ik niet. Waarom dan niet? Waarom wel? Nou, het gaat veel meer over school hier op het Aschram. Het Scala is een beetje rommelig, onoverzichtelijk. En doe je het nou eigenlijk alleen maar om voetbal? Ja. Ja? Dus niet om bijvoorbeeld, ze geven hier bijvoorbeeld heel goed wiskunde. Maar dat maakt je niet zoveel uit. Nee, het boeit me echt niks. En jij? Wil je wel naar het Aschram? Ja, ik zou maar ja zeggen. Nee, ik weet niet. Maar je weet het nog niet. Ga maar wel. Ik weet niet. Ja, ga maar wel. Je krijgt een microkrediet, je krijgt 30 euro. En je krijgt van de docent, dat is een andere dan mij, krijg je de opdracht om van die 30 euro meer geld te gaan maken. Dus een bedrijf op te zetten. Of je gaat een dienst verlenen, een hondenuitlaatservice, om winst te gaan maken. Tweede onderdeel. Je hebt een van de onderdelen die in de jonge onderzoeker zit ook in Mondo. En een vierde onderdeel is een maatschappijkans. Stel je voor, gast in de klas, je hebt iemand die je wel kent, maar waar je eigenlijk veel meer van zou willen weten omdat je niet zo goed kent. Noem maar de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Wat doet zo'n meneer nou die hele dag? Dan ga je met je klas bedenken van hoe krijgen wij die hier op school dat we hem die vragen kunnen stellen. Of misschien mogen we wel bij hem komen, dat hij ons uitnodigt om daarheen te gaan. Dus dat is een onderdeel wat helemaal uit de leerlingen zelf komt. En dat werkt dus in blokken. Je krijgt twee van die blokken in de week. En elk blok 2 uur. Dus zij hebben mij op woensdag het eerste en het tweede uur. En zij hebben nu de jonge onderzoeker op vrijdag 5 en 6 uur.